Super. Het maken van bananensplit, het is niet alleen leuk, maar het is ook ontzettend spannend. Je zit te kijken naar alle schermen, want je kunt elke camera zien. En dan de spanning dat degene die in de maling wil nemen, die komt binnen. En dan de spanning van gaat de grap lukken of niet? En hoe reageert hij? En elk moment is dan zeg maar zo spannend dat je echt het puntje van je stoel zit totdat de ontknoping komt. En dat vind ik heel erg leuk. Dus de spanning. En aan de andere kant ook zeg maar het bevrijdende van, goh, het was maar een grapje. En dat is leuk. Hoe heten die honden? Kwik, kwek en kwak. Even serieus. Ik weet het niet. Nou, de grap met Patrick Kluivert was heel bijzonder. En het leuke was dat hij op dat moment toen wij de film draaiden net een nieuwe auto had. Een nieuwe Porsche Cayenne. Waar wij 3 hele mooie honden in hebben laten bivakeren. Ik kom terug en ik doe een auto op en dan zitten 3 honden, wil ik niet eens zeggen. Het zijn gewoon paarden. Er tegenover staat dat we de auto natuurlijk weer heel netjes hebben laten reinigen. En er is geen hondenhaar meer te vinden. Ik bedoel, er lagen er wel 10.000 in. En de ramen waren ook belikt met allerlei speeksel van 3 Sint Bernard honden. Maar de auto is daarna keurig weer spik en span afgeleverd bij hem thuis, daar voor de deur. Hallo, ik ben Frans Bouwen en vanaf 8 februari kunt u kijken naar Bananensplit. Natuurlijk bij de Tros.